mobiliteit, aanpassing verkeersreglementen, Sint-Polgraat, de Boulardlijn. Gaat het college een toelichting geven? Nee. Zijn er vragen van de raadsleden? Ja, de heer Thomas Heijermans. Ja, de Boulardlijn wordt dus letterlijk en figuurlijk ten graven gedragen. Hè. Ook het woord democratie heeft daar op het dossier de Boulardlijn voor mij toch een andere wending gekregen. Althans, dat is wat ik en vele andere mensen uit Borgraat hebben ervaren. Petities van een kleine 2000 mensen werden gewoon genegeerd door de bevoegde schepen en dit college. Nu, er werden nieuwe plannen getekend, de Boulardlijn wordt woonerf. Ik stel mij alleen de vraag, we hebben vorige week de plannen gekregen en mogen bekijken. En nogmaals, ik heb toen die opmerking ook gemaakt. Ik stel me de vraag hoe ceremoniewagens daar, die toch een bepaalde lengte hebben, op een ordentelijke manier kunnen keren en draaien in de straat. Dat dit op een veilige manier kan. Ik stel mezelf de vraag of het überhaupt mogelijk is op een correcte manier, die niet hinderlijk is voor de zwakke weggebruikers, te keren met een wagen of uw parkeerplaats te verlaten. Dus ja, dat zijn een aantal bedenkingen die ik mij maak. Nogmaals, het is een spijtig dossier waarbij het woord democratie een andere definitie heeft gekregen voor mij. Mevrouw Nijmelandjeri? Ja, ik ga een beetje herhalen wat er is gezegd door mijn collega, maar ik had vorige week, we dat in de commissie besproken, heb ik ook gevraagd voor een nieuw plannetje met die parkeerplaatsen, omdat dat niet duidelijk was. Is dat, kunnen wij dat nu inzien, die parkeerplaatsen? Kunnen u mij dat? We moeten het beslissen, dus ik zou wel graag het dossier hebben. Wanneer er was gevraagd of dat we het plannen konden bekijken met de parkeerplaatsen. Want u gaf zelf toe dat je op basis van dit niet kon zien waar dat dan die 24 parkeerplaatsen juist waren. Ik vraag graag. Het dossier moet hier normaal gezien liggen in de zaal, hè? Dus ik vraag gewoon of we dat kunnen inkijken. Ik wil hier toch even de puntjes op de i zetten. Vandaag in de districtsraad beslissen wij over goedkeuring van het verkeersreglement. Indien dat u vragen hebt rond de Tegoerhoflijn, dan kunt u dat eventueel volgende maand doen bij wijze van een interpellatie. Vandaag, op het agenda, staat enkel en alleen het verkeersreglement. Niks meer, niks minder. Ik heb in vorige week heb ik gewoon, voor duidelijk te zijn en een toelichting te geven, heb ik ter kennisgeving heb ik het plannetje laten zien. Maar nu, en op het moment dat heeft alle stadia doorlopen van democratische besluitvorming. Dus op het moment aan dat plan kan niks meer gewijzigd worden. Dus indien u daar nog vragen over hebt, staat het u vrij van volgende maand een interpellatie te doen. Maar nu stemmen wij enkel en alleen over het verkeersreglement zoals het hier op de dagorde is bepaald. Niks meer, niks minder. Ik wil enkel wijzen op het feit dat we vorige week in de commissie de vragen hebben gesteld over die parkeerplaatsen. En dat was nog bij Jan ook, en trouwens ook u zelf. En u heeft gewoon gezegd, ja, klopt, het kan nog eens niet duidelijk, ik bezorg een nieuw plan. Waar we dat wel kunnen zien. Dat is gewoon mijn vraag. Los of dat we dat nu goedkeuren, dat plan of niet. Ik zou wel zicht vermoedelijk daarop kunnen hebben. En het was beloofd, dat andere plan was beloofd. Ja, maar ik zou u tegen vanmorgen bij mij of het secretariat kan, ik kan u dat zien. Ik zou u tegen. Waarom het moeilijker maken? Het is gewoon een vraag van studenten. Ja. Goed, wat we volgen de dagorde, want wanneer dat we niet gaan doen, kunnen we in chaos trekken. Dat gaat een puntje zijn en daar gaat iedereen te beginnen rond filosoferen en doen. En dat is nu verkeersgebruik. De heer Rosenthal, wilt u antwoorden? Ja. Uiteraard, meneer Schepen, hebben wij ook onze bezorgdheid, maar ik hoor nu dat u een andere wending doet en dat u zegt, kijk, het is een verkeersreglement dat we nu gaan goedkeuren. Maar de Boulardlijn en voor de mensen van de overkant, voor het duidelijk te maken, is eigenlijk afgesloten geweest over een paar jaar terug om de hele Palsebaan van Lagenslinsenslaan te herinwichten. En eigenlijk was het de bedoeling dat de tram eigenlijk op een zeer vlotte manier kon doorgaan verlenen, omdat hij zowel boven als onder moest parkeren, of moest passeren eigenlijk. Dat is een aanleg geweest door de Vlaamse gemeenschap, niet door Borgeraad. Dus hebben we wel inderdaad toelichting gevraagd
voor die werken uit te voeren en een van die plans was de borrelij af te sluiten. Waarin dat zowel Deurne als Borgerhoutse bewoners in de hele regio eigenlijk helemaal tegen was. Inderdaad, de omliggende, of de druk in de omliggende straten was gigantisch verhoogd. En dat is nu nog allerlei zo. Nu, uiteraard, meneer Schepen, wil ik de groep maar eens duidelijk maken. Hè, en u wil daar natuurlijk een aanwinding doen, maar u hebt vorige week in de commissie al duidelijk gemaakt dat er al plannetjes zijn hè, en dat die plannen worden uitgevoerd. Maar in Borgerhout hadden we nog altijd de gewoonte, en ik heb juist inderdaad mevrouw Vermeer ook horen zeggen, want wij hebben nogal heel veel bewonersadvies nodig, zowel in aanleg van pleintjes en straten. Nu, ik weet, de Bollelei is misschien een andere straat, er is een bewonersvergadering geweest. En u weet, ik was er ook bij, en heel wat mensen, die hebben heel die plannen eigenlijk afgekeurd. Nu, de plannen zijn eigenlijk naar advies gegaan in vorig jaar, in mei en april. Het zijn die naar advies gegaan, we zijn een jaar later. En nu worden ze eigenlijk hier voorgelegd. Nu, er is geen advies gebeurd door, eigenlijk zelf, door een senioren, jeugdraad, cultuurraad en sportraad. Zoals het in het verleden altijd was. Ten tweede, het plan dat u hebt voorgelegd aan de bewoners die het afgekeurd hebben, is nu een totaal ander plan. Als je het plan zeer goed gaat bekijken, u krijgt kopparkeren. En de fietsers gaan eigenlijk midden in de rijweg doen. Uiteindelijk ben ik ook van oordeel dat u inderdaad de plaatselijke mensen niet hebt, de middenstand, de school, de kerkbestuur, het klooster, eigenlijk om advies gevraagd. Want ik zie hier ook verschillende plaatsen, zie ik de banken staan. Ik zie ook dat er voor de ingang van de kerk twee exacte bomen of boomspiegels zijn voorzien, met twee bomen. Als je in het oude plan ziet, dan zijn er om die kant 7 bomen, nu 9 bomen. Ik denk dat de begrafenisondernemer wel een klein beetje meer ruimte had gehad en dat die twee bomen zou wisselen. Dus eigenlijk, als je het plan serieus bekijkt, zijn er nog wel inderdaad zaken die toch eens een keer moeten herbekeken moeten worden. Dat is mijn bezorgdheid. Mijn tweede of mijn laatste vraag is eigenlijk de aanleg. Hoe ziet u dat in de globaliteit, in de toekomst, wanneer dat een tram eigenlijk ondergronds komt? Hè? Dan zou het nog wel eens kunnen zijn dat er terug een doorgang kan gemaakt worden door de hele Tassenbaan. En zoals eigenlijk in de oorspronkelijke fase van een doorgang van de Luitenmaatschappij naar de Nordenbollerlei is altijd het beloofd aan de laatste gewinstaan. Meneer Janssen heeft dat beloofd en ik ga niet verder in de tijd treden, maar dat was een ruil met iets in Elborgeruit. Ik ga niet in Duits zeggen, maar u weet over wat ik heb. Dus mijn vraag is eigenlijk, heb u ook rekening gehouden met de globaliteit in de toekomst wanneer het een tram volledig onder de grond komt en eigenlijk dat je dan inderdaad kunt zien van dat je langs daar weg kunt. Ik kan je nog enkel en alleen maar aanraden met de mensen in de buurt is nog eens gaan te gaan. Dat kan ik alleen maar aanraden. In de schepen, wanneer dat 2000 handtekeningen zijn verzameld geweest. Ja, 2000 handtekeningen zijn verzameld geweest. Dat weet u ook, dat weet u ook. Die is misschien die 5 mensen. Ja, dat is nu ook aan het staan. De hele Paradans krijgt het woord van Els Soeski hier. Oei, dat is geen probleem. Ah ja, geen enkel probleem, maar inderdaad zeker. Goedenavond, ik wil toch echt, ik woon zelf in de Tegoelaarlei en ik wil namens een heel aantal mensen die daar wonen. Absoluut verdedigen dat dit een goed plan is. Dat is heel duidelijk, dat is ook helemaal geen geheim. Daar wonen pakken mensen die zeer content zijn met hetgeen dat er nu besloten is. Zowel in de Herrenstraat, in de Tegoelaarlei als in de Van Bovenstraat. Die content zijn op vlak van meer groen, meer rust en een verkeersveilige situatie voor de scholieren die moeten oversteken van het Xavierius College. Dus doen alsof, zoals de oppositie hier probeert, er alleen maar tegenstand is tegen deze plannen, is absoluut onjuist. En ik wil zeggen aan de mensen die ik ken in die wijk, dat ze heel tevreden zijn. Dat is een vraag dat komt, hè? Ja, mevrouw. Wat is Paritaans? Mag ik het woord zeggen? Het is interpolatie, ja. Mevrouw, ik weet niet dat u weet, maar ik sta me ook regelmatig op die liste. Naar het Xavierius College. En ik merk nu op, omdat de straat eigenlijk smaller is gemaakt, dat er nu meer door het rood wordt gereden. Misschien zien jullie dat alleen en zien jullie dat niet. Maar ik zie dat dus regelmatig. En het knopje dat je kunt gebruiken, dat gebruik is, dat wordt inderdaad niet altijd gebruikt. Mevrouw Marijke Leet.
Er worden een aantal dingen op een hoopje gegooid. Om te beginnen beginnen jullie over het plan en dat staat niet op de agenda. Hè. Dat is ten eerste. Ten tweede, daag ik u uit, meneer Paradans. Ik herinner mij nog dat u op formulieren van het N-VA, waar dat dan haastig iets was overgeplakt, dat u een petitie heeft georganiseerd in de buurt. En dat was mijn medewerking onder andere van de apotheek. Ik daag u uit om morgen met de mensen van de Zwitserse apotheek te gaan praten en te vragen wat dat zij over de plannen denken. Hè. Ik daag u ook uit. N-VA zit in het stadscollege om de boulevardlijn morgen open te zetten hè, en te horen wat dan de reactie zal zijn in de buurt. Het gebeurt soms dat je mensen tegen hun goesting moet gelukkig maken. Ik denk dat we dat daar gedaan hebben. Hè. Ondanks uw tegenstand, uw persoonlijke tegenstand, meneer Paradans, en alles wat je hebt geprobeerd om dat daar te laten open, om de boulevardlijn open te laten of via een onhandige bypass in één richting open te laten, hebben we doorgezet tot ieders tevredenheid. Hè. En tot slot de verkeerssituatie aan de Herentalse baan en de lichtenregeling. Dan weten we dat daar een probleem mee is. De verkeerspolitie is daarmee bezig. Maar dat is niet de bevoegdheid van district Borgerhout. Dat is duidelijk, dat is een gewestweg. Dus dat is bij de Vlaamse overheid dat u moet zijn. Ik denk dat u ook daar de weg kent. Maar allez, wij hebben dat ook al verschillende keren aangekaart. Dat die lichten moeten bijgesteld worden. Want je hebt daar een probleem van de lichten die niet samen groen worden voor voetgangers en fietsers. Hè. Maar dus dat staat eigenlijk los van het boulevardlijn en zeker los van het verkeersreglement dat nu ook als B-punt op de agenda staat. Mevrouw Elschoos? Nee, ik wou juist zeggen, het punt om te lichten is juist, dat is gesignaleerd en dat zal, daar zal aan gewerkt worden, maar ik vind dat inderdaad totaal los van die kwestie. Zijn er nog andere raadsleden die wensen te reageren? Nee? En gaan we naar de stemming. Fractie N-VA? Tegen. Fractie CD&V? Tegen. Fractie Open VLT? Tegen. Vlaams Belang? Tegen. SPA Groen? Voor. PvdA Plus? Voor. Luc Moerkerke? Voor. Goedgekeurd met 14 voor en 10 tegen.